Hallo allemaal, welkom bij deze allereerste ABN AMRO WTT-update. De komende weken houden we je met video's op de hoogte van de aanloop naar het ABN AMRO World Tennis Tournament 2021. En wat heb ik ook dit jaar weer een zin om weer de speaker van het toernooi te zijn. Om te beginnen, een paar huishoudelijke mededelingen. Voor wie het is ontgaan, het toernooi is 3 weken opgeschoven en vindt plaats van 1 tot en met 7 maart. Op de tribunes is er waarschijnlijk geen publiek dit keer, maar als tennisfan hoef je sowieso niks van de actie te missen. Je kunt de wedstrijden live volgen via Ziggo Sport en voor het laatste nieuws en alle verhalen volg je zoals altijd onze social media kanalen. En niet te vergeten, de deelnemers. Want iedereen wil natuurlijk weten wie gaat er in Ahoy in actie komen. In de komende video's hoor je alles over zij die in Rotterdam hopen te gaan knallen. Ik kan alvast verklappen dat het als altijd een spannende mix is tussen wereldtoppers en toptalenten. Wat te denken van bijvoorbeeld Rafael Nadal. Ik sprak over hem met onze ambassadeur Jan Kooijman en die was nogal enthousiast over de komst van deze Spanjaard. Ik sta te trappelen, ik kan niet wachten. Nadal komt, jongens. Ja. Dankjewel, Richard, dankjewel. Mogen we zeggen dankjewel, Richard? Er zijn natuurlijk eigenlijk alleen maar negatieve dingen op te noemen door corona. Maar voor het toernooi met Nadal, zou ik maar zeggen, er zijn gewoon weinig toernooien. Dus die spelers willen allemaal spelen. Het hele gesprek hoor je in de volgende video. Dan hoor je onder meer op welke toppers Jan zich nog meer verheugt. Dit was hem voor nu. Vergeet je niet te abonneren op ons kanaal, dan mis je niets.